Een partij met maar één kandidaat is geen serieuze deelnemer. En je eentje bereik je niets. Nou, ik vind dat absolute onzin. Ik sta bewust als enige op de lijst. Omdat mijn deelname deels voortkomt uit protest. Het is ook een goed begin om te starten aan de gemeenteraadsverkiezingen op deze wijze ervaring op te doen. We behalen dus niet gelijk 5 à 10 zetels, zullen niet gelijk de grootste worden. We krijgen maximaal 1 zetel en we willen een direct democratiesysteem invoeren, waardoor een piratenzetel in de gemeente Nijmegen ontstaat. En de Nijmegenaren direct invloed kunnen uitoefenen en daaraan kunnen de andere politieke partijen dus van tevoren al zien wat de Nijmegenaren op bepaalde standpunten voor keuze hebben gemaakt. De steeds verdergaande inbreuk op de privacy is ook schadelijk voor mensen die niets te verbergen hebben. Ja, dat klopt absoluut. Ik ben daar zelf het voorbeeld van. Ik had in principe ook niks te verbergen en ik heb nog steeds niks te verbergen. Ik word waarschijnlijk van allerlei kanten gemonitord. In mijn leven is al 2 maal mijn telefoons getapt, mijn computers zijn in beslag genomen. Ik had eigenlijk niks te verbergen. Maar als mensen schade aan je leven toe willen brengen, dan is zelfs je voor- en je achternaam al te veel informatie die prijs wordt gegeven. En zeker met de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, kunnen ook mensen binnen de overheid, binnen politie en justitie, je ziet het aan de zaken van Edward Snowden en Julian Assange en Bradley Manning, gigantisch veel schade aan je leven toebrengen. En dat moet toch voorkomen worden. Dus er hoeft maar één ambtenaar verkeerde zaken te willen doen met jouw persoon. En daartoe bepaalde informatie hebben, dat is voldoende om je leven te duperen. Erwin Lentzink heeft niets met Nijmegen. Hij heeft er nooit gewoond en weet niet wat er op lokaal niveau allemaal speelt. Absoluut zal ik daar een verbeterslag in moeten maken. Ik heb de afgelopen jaren helaas niet in Nijmegen kunnen wonen. En ik ben dat, wat dat betreft behoorlijk jaloers op alle inwoners die hier wel hebben kunnen wonen. Ik heb jaren in Breda gewoond, een soort gelijke stad als Nijmegen en ook in Winterswijk. Winterswijk is qua situatie in Gelderland en als grensgemeente en verkeersknooppunt misschien voor een deel weer gelijk aan Nijmegen. Dus het is eigenlijk een mix. Ik zou heel graag in deze studentenstad willen wonen. Ik zou me wel moeten verbeteren. Daarom wil ik ook een direct democratiesysteem gaan invoeren. Maar het is niet zo dat ik absoluut niks met deze stad heb. Ik kom er heel vaak. Ik reis al sinds 1999 van Winterswijk naar Breda. Dan ligt deze stad altijd halverwege. Ik heb hier diverse activiteiten al ontplooit. En ik vind het een geweldige stad. Het zou heel mooi zijn als ik hier raadzetel zou kunnen behalen.